In Den Bogert in Druten is dinsdagavond de ondernemer van het jaar van de regio Maas en Waal bekendgemaakt. Die titel ging naar Freek van Wamel. Hij is eigenaar van Perfect van Wamel. Volgens de jury stelt hij de klant centraal, is hij innovatief en heeft Van Wamel oog voor de omgeving. Nou, ik voel me helemaal gelukkig. Ik ben normaal gesproken niet zo van dit soort feestjes. Maar goed, toen we eenmaal genomineerd waren, toen dacht ik ook, we moeten ervoor gaan. Het is natuurlijk voor mij de kers op de taart. Ik neem volgend jaar afscheid van het bedrijf. Het is natuurlijk heel leuk in je laatste jaar ondernemer van Maas en Waal te zijn. Ook werd de Rabobank Talent Award uitgereikt voor de meest veelbelovende ondernemer uit de regio. Die titel ging naar Siebe van den Brink, de man achter Brink's Coffee Roasters. Ik ben super trots, heel blij. Het is toch een stukje erkenning van de onderneming die ik aan het bouwen ben. Super blij, super trots. Ik maak een mooi product, vind ik zelf. En ik vind, ben super blij dat er erkenning voor is. Dus ik ben heel blij en trots.